aflevering van het Ruinjournaal, aflevering 35. Nu ga ik praten over mijn vriend Dave Schreien. Hij heeft een nieuwe YouTube-kanaal pas begonnen. Zeker abonneren, hij maakt ook een leuke video. En nu over, ja, nu is de koningin begraven en bij Londen. Er is veel bloemen, veel knuffels gelegd, er is nog heel veel. Maar iedereen is wel verdrietig. Maar in Afrika is echt niet verdrietig uit. En zegt, ja, boeien wat hun doen. Of zegt, nee, laat haar maar. Hun vinden het echt niet zo leuk, maar ja. Eigen risico. Nu ga ik over praten over... Ik was vandaag naar Monteverde met mijn hele school. En ja, ik was eigenlijk moe. En over de oudste attractie ooit. De carousel die zo heel hoog zijn, is echt heel oud, bestaat 8 jaar. Als je niet denkt dat ik echt 8 jaar bestaat, die carousel, dan ga ik gewoon met die man praten. Hij spreekt Engels, ik kan een beetje Engels. Hij zegt hoeveel jaar bestaat het, bestaat 8 jaar. Groot nieuws, echt heel groot nieuws. Het Ruinjournaal bestaat al. Het bestaat nu al 4 jaar. En morgen is groot nieuws. Ik ga met Dave Schreien afspreken. Morgen, dus je kan groot feest doen. Nou, niet echt. Maar het zeker wel weten. Ga ik gewoon morgen met hem afspreken. Dan is het weer een nieuwe aflevering. Dus ja, vind je dat fijn? Abonneer even. En like mijn video even. En ja, één vraag over jou. Wat denk jij ervan? Wat is jouw lievelingskleur? Mijn lievelingskleur is in ieder geval rood. En in ieder geval blauw en groen. Abonneer zeker op mijn YouTube kanaal. En abonneer zeker op Dave Schreien. Dat was het voor vandaag. Ja, het weer is nu lekker weer. Het is nu vandaag 26 graden. Morgen is het echt regenachtig. Echt. Dat was het van vandaag. Ik hoop en zie ik jou morgen weer in een nieuwe aflevering van het Ruinjournaal. Maar één ding, als jullie het toch het leuk vinden in de reactie van nog steeds een hartje van het koningin die dood is gegaan, geef er alsjeblieft voor mij een hartje. Nou, ik zie jullie morgen. Doei!